Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprek over een wereld in verandering vanuit onze studio in Leiden. Mijn naam is Paul van Dient, ik ga praten met Lida van Doorn over charisma. Lida, welkom. We gaan praten over charisma. Ik lees gelukkig in jouw boek, charisma kun je leren. Dus ook heel veel mensen zeggen, ah, dat heb je of dat heb je niet, dat is onzin. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst eens over jouw achtergrond, want je wordt neergezet als de autoriteit op het gebied van charisma en management. Dat is nogal wat, hè? Dat is zeker heel wat. Het is een hele mond vol. Zeker. Maar ik ben natuurlijk al een tijdje loop ik mee. Ik geef zo min of meer 25 jaar al ruim. Dat zou je niet zeggen. Wat een compliment. Ja, daarom train ik ook in charisma. Dan ben je bezig met het visuele aspect. Dus dan weet je een beetje waar je op moet letten. Maar ik geef dus training op het gebied van visuele overtuigingskracht. Dus dat aspect van charisma enkel. Dus welk beeld zet je neer en klopt dat beeld bij wie je bent en wilt zijn en bij jouw boodschap? En daarvoor heb ik een studio gehad waarin ik kleding ontwierp. Voor mensen die zich echt moesten presenteren. Dus er waren ook ondernemers of mensen met... Je was zelf ondernemer natuurlijk, of ondernemer, hoe je dat weet. Ja. Want daarvoor heb ik lesgegeven op het gebied van mode, kleding en modepresentatie. Dus mijn achtergrond is alles met kleding, presentatie, hoe zet je jezelf neer. En dat heb ik dus een leven lang gedaan. En visuele aspecten, door veel mensen die in deze wereld zijn, veel eigenwijze mensen, ik ken er ook heel wat van, hè. We gaan er geen namen hier noemen, dat kan niet, je kan zeker niet over je eigen klanten gaan praten, dat snap ik ook. We doen het over algemene, of misschien over noemen we voorbeelden die uit de openbare bronnen komen, maar mensen die vaak ook tegenstribbelen, zeggen dat heb ik toch niet nodig, of dat kan ik toch nooit leren, of wat een onzin. Of dat eigenlijk niet zo belangrijk vind. Het gaat om het intellectuele en hoe ik de boodschap breng, maar niet... Hoe ik het vertel, hoe mijn presentatie is. Wat is het misverstand hieronder? Het misverstand is dat men denkt van het gaat om de inhoud. Het gaat om het innerlijk. Het gaat om mijn kennis. Het gaat om mijn vaardigheden. Ja. Maar jouw kracht bestaat uit uiterlijke factoren en innerlijke factoren. En pas als het uiterlijk en het innerlijk met elkaar in balans is, als dat elkaar versterkt, dan kom jij in je boodschap goed over. Dus ook als jouw boodschap fantastisch en geweldig goed en ben je geweldig ook en kun je het op alle manieren brengen. Als het uiterlijk daarbij niet klopt, dan gaat het mis. Ja, dat is mis natuurlijk een groot woord, maar vaak is het zo als het beeld wat je neerzet in tegenspraak is met datgene wat je wil overbrengen, dan gelooft men eerder dat wat men ziet dan dat wat men hoort. Oké, ik geef je één voorbeeld, dat begrijp ik. Iemand die gaat zo zitten en zegt, ik ben een hele energiek type. Nee, dat geloof je niet, dat is gek, dat snap ik wel. Maar het gaat om subtiele dingen toch ook. Een politiek zegt, ik ben altijd eerlijk. En dat moet je ook op een of andere manier dus aan kunnen geven. En of je zegt, ik ben iemand die staat voor. En dan komt er een hele trits met geweldige eigenschappen. Ja, dan moet je dat waarmaken. Moet je dat dus ook visueel waar weten te maken. Dat klopt. En dan is het beeld wat je neerzet door middel van je kleding, houding en beweging enorm bepalend. Want er komt soms heel veel ruis in de communicatie. Omdat kleine aspecten, kleine details, die zetten voor jou iets neer wat niet jij bent. Dus dan zet je man in pak neer, maar jou zie je bijvoorbeeld niet. Nee. Dus het gaat eigenlijk om dat, een heel simpel voorbeeld, je hebt één jasje en in datzelfde jasje kan de één heel charismatisch overkomen en de ander heel chauvin en nietszeggend. Ja. Dus het gaat erom wie zit erin. Dus het beeld wat je neerzet wordt bepaald door allerlei uiterlijke factoren. Ja. En die uiterlijke factoren die hebben invloed op de boodschap die je overbrengt en op de interactie met de ander. Natuurlijk. Want de ander reageert daarop. Zeker, maar mensen die daar niet, die dat laten zeggen, misschien mensen die jou gecoacht hebt, die in eerste instantie zeggen het gaat om de inhoud, waar we het net over begonnen. Hoe overtuig je ze ervan? Hoe zeg je tegen die mensen, luister, het doet er wel toe? Simpel door zich heel bewust naar zichzelf te laten kijken. Dus ze komen naar me met een vraag, want anders komen ze niet. En soms zijn er dus mensen die worden wel een beetje door het bedrijf gestuurd, door een leidinggevende of zo. Maar er is ook altijd een probleem. Er is een probleem van, ik word niet gezien op de manier die ik bedoel. Of men luistert niet, ik heb te weinig overtuigingskracht. Dus er zijn altijd redenen waarom men komt. En dan kan je heel veel aan die inhoud trainen. Maar als je leert, en dat boek helpt er ook bij, mijn vorige boek ook, als men dan leest van wat het vermag, wat het voor impact heeft op... niet alleen op je zelfvertrouwen, want vaak denken mensen dat ze heel veel zelfvertrouwen hebben. En dat komt wel over, maar het is toch net dat bodempje waarin je weet van, goh, er kan toch nog veel meer uit me gehaald worden door middel van het beeld wat ik neerzet.
En als je mensen niet aanvalt, niet zeggen het moet zus of het moet zo. Maar wat ik doe in al mijn trainingen is mensen leren kijken. Leren naar kijken. Zichzelf ook leren kijken. Ja, naar zichzelf leren kijken. Ja. En dat je handvatten geeft. Met de spiegel, geeft, je letterlijk bedoel je ik dit, hè? Met echt, de spiegel erbij. Echt met de spiegel erbij. Zo. Zodat je bewust leert zien welk beeld zet ik neer. Mm-hmm. En als ik iets verandert aan mijn presentatie, welk beeld zet ik dan neer? Ja. En hoe komt dat nu? En dan ga ik niet zeggen je moet zus of je moet dit of je moet dat. Maar dat je zelf leert zien van die aspecten doen dit met mijn uitstraling en die aspecten doen dat met mijn uitstraling. Maar bij jou zijn drie woorden belangrijk, hè? Authentiek, geloofwaardig en aantrekkelijk. Dit klinkt niet als authentiek. Authentiek, ja. Dat, is heel... ja, dat zeggen mensen vaak, dat zeg je ook in je boek. Hè? Dat is namelijk bijna een soort verdedigingsmechanisme. Ik ben nu eenmaal zo. Ja, en dat vertalen ze als authentiek. Ja, terwijl ik ben authentiek... gewoon boer, daar kan ik niks aan doen. Nee, en authentiek is de term. Als jij dus vasthoudt aan oude gewoontes, vasthoudt aan alle manieren zoals je gevoed bent met opinies en wereldbeeld en dergelijke. En dat je in je comfortzone blijft, omdat je denkt van zo ben ik nu eenmaal. Dan, ja, dan doen we wel eens de authenticiteitsval. Dan stop je eigenlijk met evolueren. Terwijl je gaat voor persoonlijke ontwikkeling, je gaat voor persoonlijke groei. En dan moet je ook een beetje buiten je comfortzone. Ja. En dan moet je ook soms dingen doen, in eerste instantie als je van je denkt van, ik ben altijd gewend om mezelf, laten we het alleen even over de kleding houden, ik ben altijd gewend om mezelf te kleden, dus wat kan jij me er nu over vertellen? Maar ik vergelijk het ook wel eens met voetbal. Iedereen kan een balletje trappen. En vertel me niks over voetbal. Maar als je echt wil scoren, dan is er toch wel heel veel kennis ook nog noodzakelijk bij voetbal. Ja, blijven trainen ook. En blijven trainen en zo. En je ontwikkelen daarin. En dat is met dit aspect ook zo. En vaak als men dus ziet dat je dus zelf heel gericht keuzes kan maken en dat er ook heel veel kennis te vergaren valt op dit onderwerp. Dat is natuurlijk, men denkt altijd van, ik weet hier ook van alles van, want je leest met een blad van, wow, je moet dit doen, je moet dat doen, hè, de dus en de don'ts. En als je daaraan houdt, dan klopt het allemaal wel. Maar dat er veel meer is en dat je daarin zelf keuzes kan maken. Dus ik geef kennis en dan kan je zelf gericht kiezen. Natuurlijk, maar dan nog blijft dat dus authentiek. Dat is een belangrijk woord, hè? Een woord dat gewoon vaak in brede zin ook gebruikt wordt en zo, waar mensen steeds meer belang ook in deze tijd aan hechten. En daar kunnen we nu een filosofische discussie van 5 uur over voeren. Daar hebben we dan weer geen tijd voor, maar wel voor om er even dieper op in te gaan. Namelijk, ik leer wat af, wat ik als zelf als authentiek ervaar, wat bij mij past. Waarom is het dan toch nog authentiek? Als je iets anders aanleert, bedoel je? Of dat ik zal je een voorbeeld geven. Met kleding. Voordat je zegt, nou, dit past echt bij mij. Zo kennen mensen mij ook. En nu kom ik op tv en moet ik wel iets heel anders aan gaan doen. Ja, maar dan heb je het over een hele grote verandering. Dan zeg je van, ik moet precies heel iets anders aantrekken. Dan heb je het over een bepaald sfeergebied. Dat je zegt van, nou, ik kleed me altijd heel casual om. Even iets heel makkelijks te zeggen. En dan moet ik opeens een pak aan. Ik ben een CEO. Ik ben gewend om altijd in grijs of blauw. Heel af en toe in het bruin. En opeens moet ik een trainingsjack aan, omdat ik moet aanschuiven in een talkshow bijvoorbeeld. En dan zegt een CEO, dat is gek. Dat vind ik opeens een grote verandering, dat past niet bij mij. Ja. Zou dat kunnen dat het toch het voordeel is van deze man of vrouw? Het kan in het voordeel zijn, omdat je je aanpast aan de situatie. Maar in eerste instantie, als je het over authentiek hebt, moet die kleding passen bij jou. En dan pas bij het doel en de situatie. Dus het moet eerst passen bij jou. En dan heb ik het niet over de sfeer van de kleding. Want dan heb je het over een pak of je hebt het over een jack. Maar een pak bestaat uit allerlei elementen. Allerlei vormgeefselementen. Ja, en je hebt het alleen nu over een kleur. En men heeft vaak het niet over vormgeven. Je revers, die kunnen breed, die kunnen smal zijn. Die kunnen hoog beginnen, die kunnen laag beginnen. Ja, daar schrijf je ook in detail over. Dat is heel belangrijk. Hebben. Zeker. Al die aspecten. Wat past bij je, wat past er bij recht en rond, heet dat bij jou ook. Hè? Bij de vorm van je hoofd ook. Mijn uitgangspunt is dat als je praat over authenticiteit, dan moet je uitgaan over het aspect wat het meest authentiek is aan jou. En het meest authentiek, dat is je hoofd. En al de aspecten, alle vormgeefsaspecten van je hoofd, dus de vorm, de buitenvorm, maar ook alle gezichtskarakteristieken die erin zitten, want we herkennen ook elkaar aan ons gezicht. Zeker. Al die vormgeefselementen, die hebben ook, kan je ook eigenlijk vertalen naar vormgeefselementen in kleding. En die match tussen jouw hoofd, alle aspecten in jouw gezicht en in de kleding, die match bepaalt hoe je overkomt. Jij ziet meteen bij iemand of het een goede match is of een mismatch. Ik zie bij de ander of de persoonlijkheid eruit komt of niet. En die mismatch, je kan ook heel bewust jezelf een beetje verstoppen in je kleding of je een type creëren als je dat wil. Is dat natuurlijk oké, maar het is dan niet authentiek. En als je het over charisma hebt, heb je het over
echtheid. Dus over een karaktervolle uitstraling. Maar echtheid is dus ook zeker. Maar daar heb je dus wel ook over nagedacht. Hè? Want authenticiteit heeft ook het idee van het komt vanzelf. En dat is juist authentiek. Als ik vind dat ik er gewoon een beetje slobberig bij moet zitten, vind ik dat idee, dat past dan weer niet. Dat heeft niets te maken met charisma, maar wel weer met authentiek, zou ik denken. Als je zegt, ik moet een beetje sloppen. Stel dat ik een liefhebber ben van oude t-shirtjes. Ik ga hier zitten. Ik denk, nou, wat kan ik doe gewoon een oud t-shirtje, want dat past gewoon bij mij. Zo kent iedereen mij. En dat zit dat vooral als argument. Zo kent iedereen mij. En dat is misschien wel waar. Waarom zou ik dat dan verhullen en iets anders? Soms is dat ook heel moeilijk als je andere stappen wil maken, omdat de omgeving jou gewend is op een bepaalde manier te zien. Dat wil niet eens zo zeggen dat je er zelf van overtuigd bent dat dat echt ook bij je past. Maar ook zo'n t-shirt, dat is niet alleen een oud, een volwassen t-shirt of als je zegt een nieuw t-shirt, maar dat heeft ook allerlei aspecten. Het kan aansluiten, kan een beetje slobberen, kan een V-hals hebben, kan een ronde hals hebben. Want men zegt wel eens van nou, hè, iemand kan nog in zijn oude kloffie ziet er nog heel charismatisch uit. Maar in dat oude kloffie, dan zitten dan al die vormgevingsaspecten die toch bij die persoon kloppen. Moet je wel aanpassen aan de wereld waarin je begeeft of doet dat er niet toe? Kun je ook gewoon totaal contrair zijn en er echt tegen ingaan? Dat kan ook, zal ik een voorbeeld als je geven? Dat heel bewust doet. En je weet dat je het doet. Ja, heel graag een voorbeeld. Nou, ik bedoel bijvoorbeeld de technowereld. Daar zie je opeens, opeens gingen daar alle CEO's in t-shirt, inderdaad. Hè, het hangt ervan af, het is niet zomaar een t-shirt. Wat voor t-shirt trek je aan? Wat voor broek trek je daarbij aan? Welke schoenen trek je daarbij aan? Maar bijna allemaal gingen ze op die manier gekleed. En niet meer in het conservatieve pak. Hè, zo werd dat door die mensen omschreven. En verdomd zich, niet alleen de CEO van Steve Jobs bijvoorbeeld, maar ook zijn opvolgers, alle anderen deden precies hetzelfde. En dan denk je, wat is dat nou authentiek aan? Want dan denk je, heel de techsector lijkt ongeveer afgesproken dat ze met dezelfde adviseur waarschijnlijk ook hebben, die allemaal zeggen, je moet er zo gekleed uitzien. Ja, en dan is het weer een stap verder. Het is wel zo van, iemand zet een trend, bij wijze van spreken, van hè, je kan jezelf op die manier profileren en met een t-shirt. En dan gaat de ander volgen, want dan denk je, ja, zo moet het, en dan hoor ik erbij. En authentiek wil niet zeggen dat je conformeert, dus dat je er altijd bij moet horen. Je kan ook bewust zeggen van, ik wil daar niet bij horen. Nee. Maar waar het voornamelijk om gaat, want dat is wat jij nu zegt, en daar gaan velen de mist in. Men denkt altijd dat het gaat over de sfeer van de kleding. De sfeer, dit is een pak, trek je aan, trek je een t-shirt aan, je trekt een hoodie aan. Maar daar zijn in al die aspecten, kan je ook keuzes maken. De ene hoodie is de andere hoodie niet. Wij spreken. Nee, dat weet ik. Maar je bent met me eens dat er een heel groot verschil is. Tuurlijk, wat je uitstraling. Of een CEO in een t-shirt. Dat maakt echt iets uit. Ja. En elkaar allemaal na gaan doen. Mensen met charisma. Het zijn dan echt mensen met charisma. Waarom doen ze dat? Hebben ze dan toch één en dezelfde adviseur? Dat denk ik dan stiekem. Ik weet het niet. Ik heb soms dat idee. Ze worden allemaal door die er vandoor gekleed. Bij wijze van spreken, hè? Maar dat krijg je dan. Dat wil je toch ook niet? Nee, en op die manier zou ik beslist niet te werk gaan. Dat iedereen hetzelfde uitdoet. Want het gaat juist dat je onderscheidt. En dat kan zelfs in kleine aspecten zijn. En als je het over personal branding, dat is een aspect van charismatisch zijn, maar daar kan je dus je onderscheiden door juist net iets anders toe te voegen wat een ander niet doet. Ja. En dat je jezelf op een bepaalde manier profileert. Het gaat dus helemaal niet om eenheidsworsten van, je wilt bij een bepaalde club horen, dus dan profileer ik me zus of profileer ik me zo. Interessant in jouw boek is ook dat je zegt bijvoorbeeld, laten we zeggen, er zijn veel mensen die ook naar ons kijken, in de ondernemerswereld werken, en die halen bijvoorbeeld hun voorbeelden van tv of online of waar ze dan naar kijken, of van congressen. En ik hoor altijd van mensen die er verstand van hebben, die veel verstand van kleding hebben, uitstraling, van charisma. Ik weet dat er een hele wereld te veranderen is. Als ik naar congressen toe ga en als je erop gaat letten, is dat waar. En daar bedoelen ze mee. Iemand staat op een podium, houdt een verhaal, maar die broek, een heel mooi pak, misschien het duurste Italiaanse pak dat je kan bedenken, alleen de lengte klopt niet van de armen, van de benen. Nergens is op gelet. Dan denk ik, hoe kan dat nou toch? Nemen ze het vak dan toch niet serieus genoeg? En denk jij met andere woorden dat er ook nog een wereld te winnen is op congressen? Als je naar de sprekers kijkt. Ik denk sowieso dat er nog een wereld te winnen valt. Ik heb het idee dat heel veel mensen zichzelf tekort doen. En dat is dan vaak niet eens op topniveau. Want die zijn toch op een bepaalde manier, hebben zichzelf ergens gebracht. Maar ook de gewone managers die gewoon zijn werk doet, mensen op vergaderingen die niet goed gehoord worden. Maar ook, ik krijg ook meer mensen die hebben het, bij wijze van spreken, het in de ondernemerswereld voor elkaar. Maar daar zetten ze toch een bepaald type neer. Maar privé niet.
Want dan komen we er toch weer, dat het gaat om eigenheid, je gevoelens tonen, je laten zien wie je bent en dan moet het harnas af. En dan loopt men toch tegen zichzelf aan. Dus dat stukje, een wereld met een masker, dat werkt soms op bepaalde aspecten van jouw beleving, maar niet overal. Nou wordt het ook vaak tegen politici bijvoorbeeld gezegd. Hetzelfde verhaal dat jij nu vertelt. Dat masker moet uiteindelijk af en daar heb je uiteindelijk het meeste succes mee. Ja. Daar staat natuurlijk tegenover dat je een hele communicatie, een hele slimme campagne strategie hebt. En ik heb ze met plezier bekeken ook vaak. Documentaires door de eeuwen heen. Ik kan beter zeggen door de laatste decennia heen. En dan zie je dat ze hele geraffineerde technieken gebruiken. Hele slimme manipulatietechnieken om iemand heel charismatisch uit te laten zien die het totaal niet is. Daar zijn genoeg voorbeelden van bekend. Hoe kun je dat met elkaar matchen? Ja, maar dan heb je het over charismatisch laten zien. En ik denk dat je het hele brede aspect van charisma benoemt. Nou, stel nu dat ik politicus ben en ik denk op een gegeven moment laat schrijven. Ik heb het boek gelezen, ik heb een paar boeken gelezen nu van Lida van Doorn. En ik wil haar gewoon, ik wil dat zij mijn coach wordt. Want ik geloof daarin, dat heeft gelijk. En ik charisma zit een beetje in mij, maar het moet nog meer worden. Ik ben misschien wel heel charismatisch, maar nog niet genoeg. En uit haar boeken heb ik het idee dat ik groter kan worden en beter kan worden. Aan de andere kant heb ik het te maken met een campagnestratege die zegt, nee, wij gaan dit toepassen, deze trucken, we gaan zus en zo doen. Ga totaal in tegen wat jij zegt. Wie heeft dan bij het rechte eind? De campagnestratege of jij? Ik wil bijna zeggen ik. ik wou eens kijken hoe bescheiden je bent. Maar de campagnestratege, die heeft het meeste voor het zeggen. En die bepaalt dat er wat gedraaid wordt, hoe je met bepaalde facetten omgaat. En die zijn vaak ook nog dominant in de kleding. Terwijl daar vaak dus veel meer te halen valt in de presentatie dan daar eigenlijk uitgehaald wordt. Maar het is een heel moeilijk aspect als je zegt ook over politici, dat is een wereld waarin op een korte periode, in een korte termijn, moet je heel snel heel veel voor elkaar krijgen. En ook in gesprekken, die zijn maar heel kort, dat moet echt wam wam van alles gebeuren. En dan is er soms dat contrast, als je hebt over charisma en eerlijkheid en inlevendheid en invoelendheid. Dan wordt daar soms geweld aan gedaan. Dus dan is die persoon niet helemaal zichzelf. Nee. En dan heb je het over authenticiteit. Dan is er een gedeelte wat authentiek is, maar er is ook een gedeelte wat verhuld wordt. Dat is zo, jammer genoeg. Ja, maar dat is heel ingewikkeld, want ik ga niet in percentages denken. Dat kan natuurlijk niet, maar als je echt 90% verhult, en dat heel goed kan, hè, daar zijn natuurlijk voorbeelden van bekend. Dat is zo'n ongelooflijk eerlijke man, zo'n eerlijke vrouw. En degene die zo iemand echt kennen, die zich uiterop totaal niet. Dat weet je dus gewoon niet. Dat weet alleen de inner circle. Maar dan denk je, nou, als iemand het heel goed kan acteren. Wat zeg je dan? Dan doe je dus heel goed of niet? Dan heb je dus ook een charisma. Want een charisma en niet in jouw definitie, want dan moet je authentiek zijn. Maar misschien in mijn definitie wel. Denk ik, nou ja, dat is iemand ogenschijnlijk in ieder geval. Een charismatisch iemand. Ogenschijnlijk, ja. En maar een leven lang ogenschijnlijk, hè? Leven lang ogenschijnlijk. Dat kun je spelen. Of denk je van niet? Nee, dat iemand spelen. Uiteindelijk altijd door de mand valt? Altijd val je door de mand. Ja. Je kan niet een leven lang een toneel spelen. Altijd. Ik bedoel, en dan kan je zeggen, in je werk kan je soms iets neerzetten. Dat je zegt dan van, maar in de privéwereld dan niet. Dus er zijn altijd paden waarop de een wel succesvol is, maar waar je ander niet succesvol bent. Dus je hebt een stuk van jezelf waarin je een toneel speelt en waar je denkt van, daar heb ik het voor elkaar. Maar het andere stuk heb je dan niet voor elkaar. En het gaat er eigenlijk om dat je in je leven, wil je een gelukkig mensen en een gelukkig leven leiden, dan is een authentiek leven heel belangrijk. En geen masker ontspannen jezelf zijn, daar gaat het om. En geen masker ontspannen jezelf zijn. Ja. Er zijn al die tv-lampen op je gericht en bij politicus wordt er gezegd, dit is het debat waar het om gaat. Heel team, je ziet het, allemaal zijn ze nerveus. Je moet nu de goede quotes eruit gooien. Iedereen heeft zich daarop voorbereid en zo. Jij moet het waarmaken. Oké, jij bent ook die uitverkoren, hè, die zo goed is die het kan. Maar dan nog geen masker en ontspannen jezelf zijn. Nee, tuurlijk niet. Want je weet dus dat de camera nu lachen. Weet je, dat de camera nu lachen. Nee, maar natuurlijk, je moet soms in korte termijn moet je scoren met punten. Dan moet mensen je horen en dat moet je gewoon goed paraat hebben. Want dat zeg je natuurlijk ook met Cohen. Ik bedoel, die is geen die beter. Dus
als je gewend bent dat je wat lang van stof kan zijn, maar dat kan helemaal niet, nee. Dan raak je je weg kwijt en raak je ook je kiezers kwijt. Dus je moet ook voldoen aan de professie waar je in zit. Dat is ook zo. En er zit soms wat tegenstrijdigheid in. En dan moet je af en toe maar eens niet ontspannen jezelf zijn. Of altijd toch probeer ook in die situatie ontspannen jezelf te zijn. Ja, want ik denk, je komt altijd iets tegen. Ook dan kan je iets tegenkomen of een vraag krijgen, wat ook, waarop je niet voorbereid bent. En als je dan niet vanuit jezelf daarop kunt reageren, dan word je toch min of meer een beetje afgebrand. Ja, dan speel je een hele vriendelijke, maar dan word je boos. Wij spreken. Ja. Ik bedoel, je moet altijd bij jezelf blijven. Ja. En alleen als je bij jezelf blijft, dan kun je in alle onverwachte situaties toch op de juiste manier reageren. Maar dat bedoel ik ook. Met iemand die van zichzelf voelt helemaal niet vriendelijk is, maar heel vriendelijk doet. En dan komt er evenveel de vraag en dan bam, en dan zie je het opeens. Ik heb het zo vaak meegemaakt als geïnterviewd, natuurlijk. Je ziet het meteen. Je ziet het, ja. Dat gebeurt in die expressies. Toch kunnen heel veel mensen dat natuurlijk wel degelijk. De een kan het beter acteren dan de ander, of niet? Speelt acteren een grote rol? Acteren speelt wel een rol. Het is ook zo van, als je in het begin nog niet zoveel overtuigingskracht hebt, of heel veel zeker van jezelf bent, dan moet je soms ook een beetje acteren. Wil je dingen voor elkaar krijgen. Zeker. Dus dat is natuurlijk ook wel zo. Want als je zegt over authentiek, dan blijf je dus, als je dat, die ouderwetse begrip, tenminste wat sommige mensen denken van, die blijft in je comfortzone, dan gebeurt er ook nooit wat en ontwikkel je niet. En nee. dan hou je jezelf op een bepaalde plek. Ja. En als je ergens naartoe wil, dan moet je soms ook situaties aan waar je je niet gemakkelijk voelt. Maar dan kan je je toch wel gemakkelijk voelen bij het ongemak wat je eigenlijk hebt. En dat is authentiek. Je voelt je ongemakkelijk, maar je voelt je eigenlijk gemakkelijk bij het ongemak. Maar wat je hebt, maar je gaat toch wel die stappen doen, omdat je ergens wil komen. Ja. En dan wordt het ook, want je leert ook door nieuwe ervaringen. En anders zou je nooit nieuwe ervaringen opdoen. Omdat je denkt van, ja, dan word ik onzeker. Maar het leven bestaat natuurlijk vanuit ontwikkelen, groeien, nieuwe ervaringen, nieuwe situaties. Precies, we zijn het helemaal eens. Wij zitten hier bij Voor de Ommekeer, dat noemen we niet voor niets zo. Ik heb jouw boek bijna zo gelezen. Werk en charisma ook als een soort ommekeer. Je zegt nergens op geen enkele pagina, iedereen moet het. En je schreeuwt dat niet van de daken. Maar ik zeg ook al, kijk op congressen om je heen, er valt een wereld te winnen. En ook bij mensen juist die daar vaak terughoudend over zijn en vinden dat niet bij hun werk hoort. Je maakt heel overtuigend duidelijk dat het een heel belangrijk onderdeel van je werk is. Ik zal één voorbeeld geven voor de mensen die nu denken, waar gaat het allemaal over? Mensen laten zich we gaan bij tv werken. En dan krijgen ze iemand die gaat ze kleden. En dat zie je heel vaak, zie je bij CEO's trouwens ook in hun werk. Het gemakkelijkste is dan, laat je kleden door een bepaald merk, hè, door een bepaalde lijn. En je zegt, dat is helemaal fout, hè? Ja. Dat moet je juist niet doen. Want dan denk je inderdaad, ja, dat is niet iemand, dat is inderdaad, je ziet die lijn, je ziet niet die persoon. Ja. Dus ga altijd nadenken. Dat is de beste tip eigenlijk. Hè? Een heel duur jasje met een goedkope broek, ik noem maar wat. Of een totaal onverwachte combinatie, maar die je wel zelf hebt uitgezocht. Is dat ook de boodschap die je wil meegeven in je boek? Wat ik in het boek wil meegeven, dat je leert kijken. Dus dat er wat te leren valt over je kleding, over je houding en beweging. En vaak denken we wel van, houding en beweging, dat weet je wel. En dat is volgens velen het meest belangrijke. Want het maakt toch uit hoe ik binnenkom, hoe ik zit, hoe ik sta. En of ik ruimte inneem. Maar dat die kleding heel veel met jou doet. En dat voor mij is dat echt het fundament van de charisma. De start is je kleding. En van daaruit ga je vanzelf meer ruimte innemen en je anders bewegen. Omdat je merkt dat die kleding jou goed doet. En als je leert zien wat kleding vermag en wat het doet met jouw uitstraling. En dat iedereen gewoon een heel interessant, boeiend, aantrekkelijk, authentiek beeld kan neerzetten. Dat iedereen eigenlijk, je hebt het over mooie mensen, denk ik vaak van, je moet een fotomodel zijn, je moet heel knap zijn. Ja. Dat hoef je helemaal niet te zijn. Je kan juist in je onaantrekkelijkheid heel aantrekkelijk zijn als je weet hoe je op de juiste manier daarmee om moet gaan. Ja, maar je moet ook wel zorgen dat het ook weer niet te veel afleidt, toch? Of wel? Nee, maar dat is juist wat je dan leert. Het gaat dus om dat kleding niet het verhaal vertelt,
Maar het totaalbeeld. Dus jij moet eigenlijk integreren in het plaatje. En het moet niet zo zijn van er komt een jas binnen. Of er komt een hoofd op een jas binnen. Maar er komt een persoonlijkheid binnen. Een karakter voor iemand. Ja, nee, dat is een goeie. Dat zou ik nooit meer vergeten. Ja, dat is inderdaad. Er schieten talloze voorbeelden door mijn hoofd. Die gaan noemen. Dat doet er helemaal niet toe. Maar we kunnen wel kijken naar voorbeelden van we denken dat is niet goed. Bijvoorbeeld Angela Merkel. Hoe je ook over haar denkt, zeg ik maar voor de zekerheid erbij. Dat maakt ook niet uit. Angela Merkel is een heel lang wereldleider, heeft hele succesvolle periodes, hoe dan al gekend. Hoe zij gekleed gaat, daarvan zeggen mensen op straat vaak toch een beetje denigrerend. Ah, dat is Moetie. En dan heeft ze ook nog dat als bijnaam om een hele andere reden gekregen. En die loopt in die bloemetjesjurken rond. Of denk je dat ze er juist heel goed over nagedacht heeft en zich heel prettig voelt op alle internationale podia waar ze verkeert? Ik denk dat het soort kleding, hè, als je het eigenlijk over de sfeer van de kleding, ik denk dat ze dat juist heeft gekozen. Ja. Dat past bij haar. Maar de vormgeving van de kleding zou voor haar op een andere manier nog haar beter tot haar recht doen. Dus zoals de kleding nu werkt het voor haar als ook toch een soort stevigheid. Ja. En terwijl ze iets flamboyanter, iets meer zichzelf toch ook meer kan laten zien nog in de kleding. Ja, maar is het dan niet onbegrijpelijk dat je, want je zei net op dat topniveau, dan hebben mensen ook topadviseurs. En daar luisteren ze wel of niet naar. Ze zijn eigenwijs, maar topadviseurs jij kent ook alle trucs en mogelijkheden om iemand te verleiden tot iets wat hij misschien niet zou willen. Waarvan je denkt, daar word je beter van. Waarom lukt dat bij haar of bij anderen dan niet? Ja, dat klinkt misschien een beetje, maar ik denk toch ook dat het aan de adviseur ligt. Mensen, heel veel, ja, het klinkt misschien zo, maar ook stylisten hebben een bepaald beeld van kleding, wat iets op een bepaalde manier moet zijn of hoe het op een bepaalde manier moet kloppen. En dat gaat me vaak toch heel erg uit van het lichaam. Het lichaam, dat moet op een bepaalde manier verhuld of in balans worden gebracht. Dus het lichaam, dat moet gecompenseerd worden in verhoudingen. Want het lichaam moet naar een bepaald ideaalbeeld, bij wijze van spreken, gevormd worden. Maar dat het hoofd wat erop zit, dat zo bepalend is en het lichaam eigenlijk ondergeschikt. En dat je het moet laten kloppen daarbij, dat maakt een heel ander plaatje, een heel ander verhaal. En dat geeft een heel ander beeld, brengt dat naar voren. Ja. Dus ik bedoel, als jij, dat is duidelijk, hè? Als jij de adviseur was geweest van Angela Merkel, had je het heel anders gedaan? Had ik bepaalde aspecten anders aangepakt, ja. Ja. Dan heb je een ander voorbeeld, vond ik ook altijd interessant. En dat zeg ik ook, ik zeg alleen uit openbare bronnen, omdat het beter ook is. Hè? Dan over nee, iemand, want, ik hou er ook niet van om iemand... Dat kan ook niet, dan kun je ook iemand niet bespreken. Want ik vind ook, wat er gebeurd is. Ook heel veel mensen... Discretie is belangrijk. Is heel erg belangrijk. Maar ook, je weet niet wat een ander neer wil zetten van zichzelf. Dus als mensen ook mij vragen, wat vind je hiervan en zo, dan zou je iets gaan vragen van over mijn smaak, wat ik vind of zo. Maar het gaat om, wat wil je neerzetten? En klopt dat beeld met wie je bent en wie je wilt zijn en bij de boodschap die je overbrengt? Ja, maar we kunnen wel goed kijken. We kunnen nogmaals wel even algemeen mensen natuurlijk. Ja, maar ook naar die bronnen kijken en wat ze daar zelf ook over gezegd hebben. Bijvoorbeeld Macron vond ik ook interessant. Bij zijn inauguratie ging het erover, wat voor pak heeft hij aan? En daar ging opeens alle aandacht naar uit. Hè? Anders nooit en toen wel. Dat heeft hij later bekendgemaakt dat het een pak was, helemaal bedacht ook, dat het hem toch goed zat. Donkerblauw en alles bedacht en een bepaalde refer en noem maar op. Maar hij zei er ook heel nadrukkelijk bij, maar het is een pak van, en noemde een prijs, weet ik het, €600. Terwijl zo'n man ook, weet ik wat, kan kopen, Italiaans, met nog een nulletje erbij. Waarom doet hij dat? Waarom zegt hij, ik heb een niet al te duur pak gekocht? Is dat dan heel belangrijk om aan te geven, jongens, ik wil ook jullie gele hesjes begrijpen. Ik ben niet die zonnekoning die ik nu dreig te worden. Ja, ik denk natuurlijk van dat het heel belangrijk is dat je ook iets neerzet. Dat je niet heel veel geld spendeert aan uitstraling. Want dan wil je toch weer een beetje van ik doe maar gewoon, doe maar gek genoeg bij van spreken. Ook met je kleding. Dat zit er toch weer een beetje in. In Frankrijk notabene. Heel gek eigenlijk. Ja. De heerser in het Elysée, die gaat dan dat soort dingen. Ja, maar het is toch ook wel. Een beetje Nederlands eigenlijk. Ja, toch? Maar het is natuurlijk niet alleen voor Frankrijk. Het is natuurlijk voor een wereld waarin je dus zichzelf profileert. Ja. Het is een heel belangrijk moment waarop je dus. Ja. En dat altijd blijft. Ja. Goed, oké. Nou, de volgende. En dat vond ik ook een hele ingewikkelde. Ja. Namelijk Obama, toen hij nog president was van de Verenigde Staten. Bij Obama, die had een prachtige pak aan. Dat zeiden mensen die de film van weten dan ik. Die zeiden, dat klopt allemaal. Opeens werden zijn schouders wat breder, wat gek. En het komt, dat heeft hij zelf ook, dat is allemaal ook naar buiten gekomen. Hij had pakken aan van het Italiaanse merk Canali. Mooi, goed Italiaans merk.
En opeens moest hij, dat mocht niet meer. Hij, president van Amerika, moest ook Amerikaanse kleding aan. En bij mannen is een van de kenmerken dat die schouders dan wat breder zijn. Een beetje gek breed zijn. Dat kennen we nog uit al, als je let maar eens goed op met name alle leuke speelfilms in Amerika. Is dat niet heel gek dat een president zich daar dan aan aanpast? Dat is een hele silhouet veranderd ook, voor de hele wereld, oog van de wereld. Ja, ik vind het, ik kan me voorstellen, hè, wij te spreken. Ja, ik vind het even moeilijk, maar het is hier in Nederland ook. Ik bedoel, wij, Max van Kloof is ook voor een Nederlandse ontwerper. Dus je kiest wel voor ontwerpers van het land, wij te spreken, om jezelf goed neer te zetten. Maar je kan ook wat doen aan het pak. Je hoeft dat niet, het pak, op die manier, waar het voor staat, op die manier te dragen. Nee. Dus dat vind ik vergaand, ja. Dan de andere Amerikaanse president, Trump. Die, daar kun je heel veel over zeggen, maar bijvoorbeeld die dassen die zijn er wel vrij lang. En dat weten we niet, want daar heeft nooit iemand nog iets over geroepen. Gek genoeg, alsof dat een groot geheim is. Maar is dat, past het bij wat de man wil uitstralen? Ik weet niet wat hij wil uitstralen, dus daar kan ik geen oordeel over geven. Ja, je ziet toch maar gewoon niet, ik bedoel, wat zijn boodschap is, de boodschap die hij naar buiten Ik heb gehoord van mensen die debattrainingen geven en die ook wel contact op die manier hebben, dat hij dat doet om lengte te creëren. En dat verbaast mij, maar dat zou natuurlijk kunnen, dat hij denkt dat je daardoor een langer silhouet creëert. Dus de das die niet zoals het hoort keurig op de riem valt, maar iets langer? Ja. Om lengte te creëren. Ja, maar ik heb het van horen zeggen, dus ik heb het zelf niet van. Maar het is dat als we gewoon even de regeltjes volgen, je kent die regels natuurlijk als geen ander, dan is dit, dan heeft hij daar dan gelijk in. Lijkt je daardoor langer ook? Of nee, niet? Het maakt niet uit. Want dus het breedtepunt van de das ligt laag, dus je blik, het blik moet altijd heel erg omhoog gaan naar je gezicht. En niet dat het naar beneden wordt getrokken. Nee. Dus het heeft niet het effect dat hij beoogt. Nee. Dassen, ook een leuk en belangrijk onderwerp eigenlijk. Ook internationaal zie je dat. In Nederland hebben ze als eerste afgegooid. En daarna dacht je, nou, dat kan je, hoor je dan op een internationaal podium, moet dat. En op allerlei podia, en zeker zakelijk, moet dat nog steeds. Maar het wordt toch wat minder, zeker in Europa. Misschien in Amerika ook wel. Is dat een logische ontwikkeling? Met andere woorden, ik hoor van zoveel stylisten zeggen, nou, hoe knap een man ook is, het maakt de meeste mannen niet mooier een das. Waarom? Nee, dat is niet dat het punt. Het is meer dat er een ontwikkeling is in de kledingbranche voor mannen. Vroeger was er alleen maar een pak, een overhemd en een das. Maar er gebeurt zoveel op mannengebied. Dus toch, de keuze wordt veel groter. Ja, dat is nog niet dat er echt in alle winkels achter me doorloopt. Maar als je kijkt wat er gebeurt ook met kleine ontwerpers, wat ze doen en maken en dragen, denk ook dat de ontwikkeling daarin zodanig wordt, net zoals vrouwen meer keuze, veel keuze hebben, dat de mannen ook een grotere mogelijkheid hebben in kledingkeuze. Is dat echt waar? Ik praat zo vaak met mensen, wat voor kledingzaak ook is gaan aan. Nee, dat valt heel erg tegen. Misschien bij de jonge generatie begint dat een beetje te komen, maar toch, vrouwen natuurlijk nog veel meer. Dat blijft nu eenmaal nog steeds zo. Dat verschil, dus bij alle verschillen is dit nog steeds een verschil. Maar mannen, die gaan helemaal niet zo mee. Jij bent er heel optimistisch over. Ja, maar natuurlijk, alles heeft zijn tijd nodig. En dat je zegt dat de das verandert, dat de sokken meer aandacht krijgen, dat het broek iets korter wordt. Het zijn kleine veranderingen, maar er gebeurt wel wat. En straks kan een man ook meer keuzes maken, omdat het aanbod breder wordt. Ja, toch ook in openbare situaties. Hè? Dan blijft het, dan wordt het, kijk, uiteindelijk is voor mannen Italië toch bepalend. Dat is helemaal niet zo slecht ook, geweldige kleding. Maar wel de kleuren, blauw, bruin en grijs. En dan in allerlei variaties weliswaar, maar dan nog. En dan zie je toch bijna altijd bij de foto's van regeringsleiders, ze lijken op elkaar, ze zijn in wisselbaar. Ja, dat is echt vreselijk. Ja. Wat je altijd zegt, en dat is hier ook zo. Dan zie je soms een foto en dan zie je met hetzelfde pak, over met hetzelfde boord. Ja. En dan denk je, hè? Wel, ook daarin, binnen dat sfeergebied, kan je ook keuzes maken. Je kan een overhemd in plaats van glad, stijve, witte katoen, waar ze spreken, kan je ook met een structuurtje en wat soepel materiaal nemen. Dus je kan daarin ook een heleboel variëren. Maar zoals je zegt, er is misschien een hele grote weg te gaan. Het blijft nog steeds pakken. Maar dat is bij vrouwen ook zo. Je bedoelt, het is de hele tijd geweest dat vrouwen ook een jasje droegen en een mantelpak en dergelijke. En nu zie je meer ook een jurk. Er gebeurt wat in wat je zo zegt van oké, het is wat maar makkelijker. Maar veel meer met kleuren doen, dat is bijna te gek gewoon voor woorden. Als je die foto's ook ziet, dan denk je, kom op, hè. Dat is, vrouwen gaan steeds verder, maar dan moeten mannen dan toch ook doen op dat gebied, steeds verder gaan en wat meer experimenteren. De vrouw valt daardoor nog eens extra op in dat gezelschap. Ja,
En ze kiezen vaak voor kleur om juist op te vallen in het gezelschap en zichzelf wat prominenter neer te zetten. Omdat vrouwen, mannen waar je het nu over hebt, er zijn nog steeds minder vrouwen. Zeker. En om zichzelf een beetje meer te kiezen voor een kleur, omdat je dan, god, dan val je toch op in die groep, in die grijze massa, wijze van spreken. Ja. Ja. Komt er een moment, gaan wij dat nog meemaken, dat we ook op zo'n Baudet bijvoorbeeld, of in ieder geval, laten we zeggen, gewoon bij een portret van Europese regeringsleiders, mannen in andere kleuren zien staan? Cyclaam, geel, groen, oranje? Je moet er niet aan denken waarschijnlijk. Oh nee, dat is helemaal niet wat ik... Nee, misschien wel. Dat er iets meer kleur, maar niet zo uitgesproken kleur. Ik vind het trouwens vaak toch ook, als de kleur te uitgesproken is, dat je alleen maar kleur ziet, dan valt de persoon ook weg. Zeker. En is ook niet charismatisch, want het gaat natuurlijk altijd om de persoon die erin zit. Ja, nee, tuurlijk. Charismatisch is iets wat je kunt leren. En dat is gek, want ik heb het altijd anders geleerd. Charisma heb je of heb je niet. Sommigen noemen het een gave, noemen het iets ondefinieerbaars. Maar dat je het kan leren, charisma. Je kunt wel stapjes zetten op allerlei andere gebieden, maar charisma leren. Dus iemand echt een dode mus, daar kun je een charismatische man of vrouw van maken. Je kan charisma dus ontwikkelen en trainen. En vroeger was het ook echt zo. Hey, in de oudheid was charisma echt, dan dacht men, nou, dit is me door God gegeven, het is een gave. En naar onderzoek, er is heel veel onderzoek gedaan naar charisma. En toen bleek dat naar management charisma, naar politieke leiders met charisma. En toen bleek mensen die wij als charismatisch ervaren, die zijn communicatief heel sterk. Die hebben een visie en weten die heel goed over het voetlicht te brengen. Ja. En dan kunnen ze dus vocaal, hoe ze hun stem gebruiken, verbaal, de woorden die ze kiezen en ook visueel het beeld wat ze neerzetten. En communicatieve vaardigheden, die kun je trainen. En daarom kan je charisma ook ontwikkelen en trainen. Dus dat aspect, dat visuele aspect, het communicatieve aspect. En ik vergelijk het vaak met een instrument bespelen. Als je geen talent hebt. De 10.000 uren regel, speelt die dan ook mee? Dat je het zoveel moet trainen? Zo enorm veel moet trainen? Nou, ik denk wel, als je dus echt een charismatisch leider wil zijn, als je een politiek leider, dan moet je natuurlijk heel veel uren trainen om je verbaal en je woordkeuze zodanig te doen en op alle situaties ingespeeld zijn, dat je toch visie over het voetlicht hebt. Als je geen talent hebt, dan kun je het vergeten. Nee, als je een muziekinstrument wil spelen en je hebt geen talent, maar je gaat gewoon heel goed oefenen en je best doen, dan kan je toch een heel hoog niveau kan jezelf ontwikkelen. Maar niet iets wat ik charisma zou noemen, want charisma steekt er echt bovenuit. Hè. Charisma is groot. Of ik heb de verkeerde definitie mogen, maar volgens mij is dat echt iets heel bijzonders. Charisma is zodanig bijzonder dat je zegt, het zijn mensen. Kijk, het boek waar ik het nu over heb, ik heb het alleen over, waar ik in train, is het visuele aspect van charisma. Dat is mijn vaardigheid, mijn expertise. Dus ik hou me niet bezig met het woord, ik hou me niet bezig met de intonatie, maar ik hou me ook niet bezig met de innerlijke factoren. Charisma is een heel breed begrip. En het gaat ook over, over inlevingsvermogen. Het gaat over hoe je de ander benadert. Het gaat over je mindset. Het gaat over een heel breed scala van aspecten die harmonieus met elkaar in evenwicht zijn. En dat kan je natuurlijk ontwikkelen, maar daar moet je ook iets voor doen. Er is één probleem met je boek. Ik heb er echt van genoten, echt veel van geleerd. Dat is een heel belangrijk boek. Een goede jasje aan trouwens, of kan het niet? Kan het totaal niet? Zeg het maar gewoon even eerlijk. Kom op, bam, hak ik. Wat durf je het niet? Nee, ik durf alles te zeggen. Nee, maar hangt van ook van wat ik in het verhaal zei. Wat wil je neerzetten en wat doet het? Ik vind het gewoon een sprekend jasje. Maar? Ik vind misschien iets te knoop, iets te veel. Omdat dat iets voor jou maar jij wilde iets anders zeggen. Mand? Nee, ik vond het heel interessant. Daarna, dat eindig ik mee. Maar, en je hebt zelf ook nagedacht over wat je aan hebt getrokken natuurlijk vandaag. Jij doet nu niet zomaar wat aan, want jij bent altijd een model. Jij moet altijd het goede voorbeeld geven. Het is zo als ik presentatie geef of een workshop en dergelijke. Nee, als ik het verhaal vertel. En over lijnen en vormen en over stofstructuur en over de sens. En kleuren laat ik dan vaak maar uit de beschouwing. Of een kleur een toevoeging op het geheel. Het gaat meer echt over stofvolume, wat stof doet met jou, wat vormgeving doet met jou. En wat het doet met de lijnen en vormen van je gezicht. En daar, op die manier heb ik dus nagedacht. Als ik bijvoorbeeld maar ook over kleuren bijvoorbeeld. Dat ik niet voor kleur heb gekozen. Ja, je hebt niet gebeeld van, en hoe, bij deze lichtval, hoe valt dan deze kleur van wat ik nu aan heb?
Ik heb niet aangedacht van dat je zegt van wat valt met die kleur, wat het doet met de uitstraling precies, maar wel van kleur is soms zo dominant en leidt het af van de vormgeving. En we willen het vandaag over vormgeving hebben, dan ga ik het niet over kleur hebben. Okay. Oh nee, dat maakt er niet uit. Ik bedoel, of je nou iets geels, groens of dit aan hebt, dat maakt er niet uit vandaag. Wat voor jezelf. Je gaat van huis weg, ik denk ik krijg een interview, dat komt ook in beeld. Nee. Want ik vind vaak ook dat kleur heel dominant is in een gesprek. En ja. Als ik met jou aan tafel zit en we gaan het gewoon echt over een onderwerp hebben, dan wil ik mezelf helemaal niet dominant profileren. Dan gaat het meer van over de inhoud. We zitten ook een beetje in een wat casual situatie. Ja. En daar vind ik moet je ook zelf bij aanpassen. Dat het past bij dat wat we op die manier met elkaar praten. Het is gelukt, hè? En dan het enige, kijk, de werk aan je charisma. Je zit in de trein. Ik begeef me van Amsterdam naar Leiden met de trein. En dan staat er... Dan heb je een boek in je handen en ik wil het nog even door. Ik heb het gelezen, nog even voor de zekerheid, hè, vlak voor ik jou ga spreken. En dat werk aan je charisma. En dan heb je natuurlijk toch mensen, daar moet je lak aan hebben. Maar ja, toch mensen die even naar je kijken. En die man die zit daar het boek te lezen, werk aan je charisma. Oh ja. Dat is wel een minpuntje. Ja. Als ik dat toch... Ja, dus je had gezegd, de titel had ik anders gekozen. Waardoor ik makkelijker het boek kan lezen. Dus ik moet er een kaffee omheen doen. Dus maar dat is een heel klein puntje. Heel klein puntje. Nee, de mensen die het gehoord en gezien hebben, die merken ook. Hè, in deze wereld zijn heel veel mensen actief. En er zijn er maar een paar heel erg goed. En daar ben jij natuurlijk een van. En het boek heet Werk aan je charisma. Lieder van Doorn. Hartelijk dank. Ja, ook heel hartelijk dank. Lekker.